Stichting Mang Miet Mang heeft gisteren haar 20-jarig bestaan gevierd in de gemeente Gods Rainville. Deze organisatie richt zich op mannen met de nadruk op geestelijk, emotioneel, fysiek en sociaal welzijn. Gerald Pinas, een van de Stomfutus, tegenwoordig vrijwilliger van de stichting, blikte terug op de ontwikkelingen van Mang Miet Mang sinds 1999. Hij gaf aan dat de stichting werd opgericht vanwege het gebrek aan goede voorbeelden voor jongens. Pinas benadrukte dat stichting Mang Miet Mang saamhorigheid onder de mannen bracht. Mannen vonden gezamenlijke grond om iets te doen in die samenleving. En het werk van Mang Miet Mang breidde zich langzaam maar zeker uit. En mannen druppelden druppelsgewijs letterlijk binnen. Op het kantoor, eerst nog aan de Wagenwegstraat, hè? Of eerder was het nog eens anders. Molenpad nog, voor degenen die het nog weten. Beetje soms met drempelvrees, sommigen met petten en baddoeken om het hoofd van. Ze mannen om shitak mee komen, tik jippie. Maar mannen zijn veranderd in die jaren. En Mang Miet Mang legt tot nu toe de nadruk erop dat een veranderde man een verandering teweeg kan brengen in zijn directe omgeving. En die directe omgeving is het gezin waar hij deel van is. Zijn directe omgeving is de vriendenkring. Zijn directe omgeving is de werkkring. Zijn directe omgeving zijn die mensen met wie hij ook sporadisch in contact staat. Reginald Cairo, directeur van Mang Miet Mang, haalde aan dat er nu ook vrouwen participeren binnen de stichting. Er is een vrouwenafdeling opgezet voor vrouwen die hulp zoeken voor relatie- of huwelijksproblemen. We hebben de afgelopen jaren namelijk gemerkt dat mannen minder snel om hulp vragen. Terwijl de vrouwen veel sneller en veel makkelijker om hulp vragen in de relationele sfeer. Dus wat hebben we toen gedaan? We zeiden van als een vrouw zich aanmeldt voor relatie- of huwelijkscounseling, maar haar partner is nog niet zo ver. En u weet, huwelijks- of relatiecounseling, daar heb je beide mensen voor nodig. Dan kunnen we die vrouwen die zeggen van helaas, we kunnen u niet helpen, want uw man wil niet of uw partner wil niet. Dus dan moet u maar naar huis gaan. Nee, we hebben gezegd, we abief doen zijn. Dus voor deze vrouwen hebben we dan een vrouwenafdeling. En de bedoeling is dat we die vrouwen dan versterken. En dus dit team dat u daar ziet van onze vrouwen, zij zijn degene die deze vrouwen dan versterken. En zo hopen we om via die vrouwen toegang tot de mannen te krijgen. Wanneer die mannen zien van, hey, werkelijk, mijn vrouwen begin kinky, jongen. Doordat ze om hulp is gaan roepen. En ik merk de vruchten van die hulp. Dat we op die manier die mannen naar binnen krijgen. Dat was directeur Reginald Cairo van stichting Mang Miet Mang. Hij sprak gisteren in de gemeente Gods Rainville in verband met het 20-jarig bestaan van de stichting.